Hoi en leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik voor het eerst in mijn leven een gaming video opnemen. En dit is iets wat ik echt al heel erg lang wilde doen. Maar ik heb precies geen verstand van hoe ik mijn beeldscherm moet opnemen. En hoe ik dat allemaal moet doen. Dus dit is ook de eerste keer. Ja, don't blame me als er dingen fout gaan. Ik heb het natuurlijk wel getest. Maar we gaan ervan uit dat alles goed gaat komen. Ik ga vandaag The Sims 4 spelen. En dit is een spel die jullie ongetwijfeld al verschillende keren in mijn vlogs voorbij hebben horen komen. Ik speel echt al heel erg lang The Sims. Toen ik jong was hadden wij The Sims 1 in huis en The Sims 2 en bijna alle uitbreidingspakketten daarvan. Volgens mij liggen die letterlijk nog in de kast van mijn vader. The Sims 4 speel ik ook alweer een aantal jaar. Al heb ik hem vorig jaar voor het eerst zelf gewoon op mijn laptop gedownload. En raakte ik ook meteen geïsoleerd van alles om me heen. Omdat ik een soort van verslaafd werd. Ik heb heel erg mijn fases. Het ene moment wil ik niks anders meer dan alleen nog maar Sims spelen. En het andere moment vind ik het wel weer prima. Gaan er weer weken overheen waarin ik de Sims niet eens aanraak. Ik kijk heel veel Sims video's op YouTube. En toen dacht ik, dit kan ik ook zelf een keertje gaan proberen. Misschien wordt het helemaal niks. Misschien wordt het superleuk. Maar goed. De Sims 4. Waarom flikkert ik op? Oh. Een nieuw spel gaan we laden. Want we gaan helemaal opnieuw beginnen. Ik heb natuurlijk al van alles gebouwd en gedaan, maar dat is niet interessant om jullie mee te nemen. Wil je een verhaal voor mij maken? We kunnen beginnen met een leuke persoonlijke quiz. Na afloop kun je mijn uiterlijk aanpassen. Oké, dit gaan we gewoon doen. Volgens mij heb ik dit nog nooit gedaan. Hoe oud ben ik? Ik ben een jong volwassene. Mijn thuis is, waar mijn spullen zijn, waar mijn hart is, waar ik mij het veiligst voel. Sowieso de laatste. Een vriend struikelt en valt in mijn huis. Hoe reageer ik? Ik verleen eerste hulp. Is er iets gebroken? Ik wijs en ik lach. Ja, ik vrees toch wel de onderste. Iemand heeft mijn laatste stukje pizza opgegeten. Ik kan het mysterie oplossen. Ik behandel iedereen als verdachte. Ik had toch al geen trek meer. Ik kan het mysterie oplossen. Hoe denk ik over buitenaardse wezens? Op een dag zullen we ze vinden. Die bevinden zich in ons midden. Klaatu Barada Nikto. Geen idee wat dat betekent, maar ik zeg, die bevinden zich in ons midden. Het is etenstijd, ik heb trek, wat is het plan? Mijn lichaam is een tempel, mijn Simstagram op Simstagram naar recepten zoeken. Waar ze dichtstbij zijn, de buffet. De onderste. Wat doe ik voor de lol? Chillen met vrienden, mijn creatieve kant verkennen, games spelen op het web surfen. Sowieso chillen met vrienden. Wat vind ik belangrijk bij het kiezen van een woning? Te kunnen pronken met mijn rijkdom. Ruimte hebben om gasten te entertainen. Ik vind gemeenschappelijk wonen geweldig. Nou, ze slaan alle drie eigenlijk niet helemaal op mij. Maar dan ga ik toch voor ruimte hebben om gasten te entertainen. Ik heb een geweldig idee voor een grap. Het gaat ten koste van iemand anders. Het is zelfspot. Ik zou nooit een grap met iemand uithalen. Het is zelfspot. Ik heb een stapel documenten, wat moet ik ermee? Sorteren en de rest versnipperen, combineren met een andere stapel, ze in een tijdcapsule stoppen. Ik vind het bijzondere vragen. Sorteren. Het buitenleven is, wat de naam al zegt, buiten. Buiten, ik ben binnen, waar kikkers leven, jakkie. Dus de laatste vraag. Ja, wat de naam al zegt, buiten. Hoppatee, daar is mijn poppetje met allemaal kenmerken. Nou, dit wil ik dus wel even aanpassen. Ik wil dit allemaal helemaal niet. Stop hiermee. Kan ik dit niet aanpassen? Is dit een grap? Ik wil helemaal geen comedie worden. Ik ga naar het hoofd nu. Ik ga het even opnieuw opstarten. Het is niet helemaal zoals ik het voor ogen had. Afijn, we zijn weer bij het begin. Nieuw spel. We gaan nou geen vragen beantwoorden, want we willen het gewoon zelf invullen. Nee, dank je. Dit ben ik. Er moet aardig wat veranderd worden, zie ik. Ik heet Jill van Doren. Ik heb deze vraag al eerder gesteld, maar aangezien ik kijkers heb die het schermen leuk vinden om Sims te kijken, beantwoord de vraag in de comments. Als jij de Sims speelt, je hebt sowieso kamp spelen, kamp bouwen. Ik zit eigenlijk een beetje in het midden, ik vind alle twee leuk om te doen. En je hebt kamp, ik verzin figuren in de Sims of ik maak altijd mezelf en mensen om me heen. En ik zit echt in kamp 2, want ik maak altijd mezelf na en mensen om me heen. Ja, dit laten we gewoon lekker allemaal in het midden staan, toch? Nou hebben we nog een loopje.
Nou, geen verwaand loopje. Nou, ik vind het allemaal een beetje wel heftige loopjes. Een eng loopje. Nou, we nemen wel gewoon een brani loopje. Nee, een vrouwelijk loopje. Oké, goed. We gaan heel voor de eigenschappen. Wat is mijn doel? Als ik kijk naar mezelf, wat is mijn doel in het leven? Dan ga ik toch voor gezin. Succesvolle stamboom. Deze zin wil een gezin hebben dat successen boekt in het leven. Of een groot blij gezin. Dat vind ik belangrijk. De rest, ja, of dier. Nee, een dier hoort bij het gezin. Dus dit klopt wel. Oké, mijn eigenschappen. Ik ben vrolijk. Ik weet niet precies wat er met mijn poppetje gebeurt, maar bijzondere houding. Oeh, ik ben wel kinderachtig. Ik kan heel kinderachtig zijn. Niet in de verkeerde zin van het woord trouwens, maar ja. En ik ben vegetarisch. Nee, ik wil... Kut. Ik ben ook een hondenliefhebber natuurlijk. Welke haal ik er dan uit? Ja, dan haal ik kinderachtiger toch uit. Ik ben een hondenliefhebber. Vrolijk, vegetarisch hondenliefhebber. We kunnen aan de slag. Laten we beginnen met mijn huidskleur. Die nogal verschilt van dag tot dag. Mocht je afvragen, wat is alles met een gereedschapsdingetje erop? Dat zijn mods. Ik heb best wel verschillende mods gedownload. Ik denk dat dit wel mijn huidskleur is. Alleen, ik wil wel van al die accessoires af. Want hier word ik altijd niet goed van. Dit is een stuk beter. En ik wil eigenlijk ook wel even dat je geen haar hebt. Kunnen we goed het gezicht beoordelen. Ik pak eigenlijk altijd dit gezicht. Of dat helemaal klopt, weet ik niet. Ik denk dat ik een... Ik heb eigenlijk iets meer... Een hoek. Staat die ertussen? Ja, ik heb niet per se een lange kin. Die zit wel meer in mijn hoofd. Ik vind dit altijd moeilijk hoor. Moet ik zeggen. Even kijken. Ik heb wenkbrauwen geïnstalleerd. Ik heb wel een beetje boeste wenkbrauwen. Dus daar gaan we dan ook voor. En die gaan we laten afstemmen met het haar. Dat lijkt me helemaal perfect. Mijn ogen... kloppen wel aardig. Behalve het feit dat ik eigenlijk nooit een eyeliner op heb. Kut! Kan ik terug... Oh, top. Ik hou toch bij deze ogen, want die oog zonder eyeliner wordt niet helemaal wat ik ervan verwacht. Oké, goed. Ik heb een beetje een spits neusje. Deze is veel te klein. Ik denk zoiets, maar zelfs dan nog ietsjes meer zo. Ik denk dat deze lippen wel aardig overeenkomen met wat ik heb en mijn oren... Nou, als ik van deze drie moet kiezen, dan kies ik voor deze. Dan heb ik wel make-up. Daar heb ik allemaal leuke mods voor gedownload. Een eyeliner, nee. Ik heb wel blush. Dat vind ik ook wel tof, want daardoor... Het lijkt een... Oh. Het lijkt een beetje op een bronzer. Dus dat vind ik wel mooi. Lippen. Hier gaan je lippen helemaal van veranderen. Maar dat vind ik wel tof. Ik heb wel altijd een beetje... Oeh. Het wordt beter. Of is dit beter? Dit is beter. Deze lippen zijn beter. Oké. Nee, dit is een beetje te bruin. Dit is wel een beetje de lipkleur die ik nu draag, denk ik. En dan hebben we deze. Dit is echt de beste ever. En ik heb groenblauwe ogen. Kijk, nu wordt het al meteen een stuk realistischer. Nou vind ik die oogschaduw niet echt best. Die moeten we even aanpassen. Wow. Nee. Nee. Wow. Wat is dit? Ook perfect scherp. Oké, dan ga ik toch weer voor de mod. En dan pak ik deze, denk ik. Ik heb allemaal toffe haarstijlen. En ik heb... Even kijken. Niet dit haar in ieder geval. Ik denk eigenlijk dat dit het beste in de buurt komt van... mijn haar. Alleen ik heb wel echt bruin haar. Maar dit is wel iets donkerder toch dan wat ik heb, of niet? Oké, goed, we gaan ervoor. Anders kunnen we hier 600 jaar aan besteden. Kijk dit verschil. Ik heb allemaal mooie lippen en die ogen en bla bla bla. Dat moet ik dus per categorie allemaal weer opnieuw invoeren. Dus dat ga ik maar heel even snel doen. Alright, we zijn er weer.
mijn figuur klopt niet helemaal. Deze vrouw is ziekelijk gespierd. Dat ben ik eigenlijk precies niet. Nou ja, ik sport wel. Maar ben ook wel... Er zit niet echt een lekkere tussenlijn in. Maar goed, we gaan hiervoor. Even kijken. Ik heb hier allemaal nieuwe kleding. Van pakketten die ik onlangs heb gekocht. Van wat is dit dan? Oh, van eilandleven. Oké, goed. Eens even kijken. Ik ga eigenlijk... Ik wil meteen... Hoe doe ik dat ook alweer? Aangepast materiaal. Gewoon meteen. Hoppatee. Dit zijn allemaal mods die ik heb gedownload. Oh ja, deze jas vind ik heel erg leuk. Nou trouwens, zo'n truijurk past denk ik het best bij mij. En ik vind de kleur op zich ook wel leuk. Nee, ik vind deze iets leuker. Maar dan zou ik er wel... eens even kijken. Een panty onder doen. Ik heb ook weer ineens allemaal sieraden om. Ringen. Ik wil even geen sieraden. Dat heb ik eigenlijk ook bijna nooit om. Behalve mijn horloge. Hé, ik heb een paraplu. Ik kom achter allemaal dingen die ik nog nooit eerder heb gezien. Maar dan loop je de hele dag met een paraplu in je hand. Ik vind dit wel echt super toffe schoenen. En dan in het wit. Ja, dit is wel iets waarin ik mezelf zou zien. Oké, dan gaan we naar formeel. Wat zou ik aandoen voor een sollicitatiegesprek? Natuurlijk iets waarbij je jezelf even lekker representeert. Oh mijn god. Oké, er gebeurde net al even iets. Ik heb een mod. En dat is het Wicked Woo mod. Maar dat kan echt niet op YouTube geplaatst worden. Dan wordt echt alles gedemonetized. Dus ik moest heel veel snel een broek aandoen bij deze mevrouw. Want er zitten geen blokjes meer voor. Maar goed, een trui. Ik heb nu ook een roze t-shirt aan. Dus ik vind deze trui wel heel leuk. Ik moet ook zeggen, de broek die ik heb gepakt, helemaal perfect. De schoenen, daar doen we mooi lekker een hakje aan. Ik heb precies nooit hakschoenen aan. Maar voor een zakelijk gesprek kan je een uitzondering maken. Ik vind het sportoutfitje ook wel leuk wat ze aan heeft. Ja, ik zou gewoon sporten in een slonzen shirt. Heel eerlijk. Met deze Adidas broek. En met Adidasjes eronder. Alleen dat petje, ja, ik vind het super leuk. Ik weet niet waar ik die... Waar komt dat petje vandaan? Oh, hier. Het is niet iets wat ik zou dragen. Al zou ik trouwens wel mijn kapsel hierop aan kunnen passen. En mijn haar in een staart doen. Nu heb ik meteen een hele andere haarkleur. Wow, dit is veel te donker. Dit is weer een beetje te... Nou, deze komt er best bij in de buurt. Maar je gaat niet met los haar sporten. Dus dit klopt. Oké, in bed. Ik zou eigenlijk hiervoor moeten gaan. Want ik draag eigenlijk pittig weinig in bed. Maar ik heb wel altijd een badjas aan. Feest. Dit is absoluut geen feestoutfit. Maar ik heb mijn jumpsuit. Oh nee, dat is helemaal niet die. Waar is die? Ik heb letterlijk een jumpsuit gedownload van iets wat ik... deze. Deze heb ik precies in de kast hangen. Niet in deze kleur, wel in het zwart. En die heb ik ook wel eens aangehad op stap. Dus dat vind ik wel heel leuk. Gaan we gewoon op hakschoenen. Gewoon omdat dat tof staat. En mijn Sims poppetje geen last heeft van blaren. Badkleding. Ik ben wel echt een groot fan van badpakken. Top. Niks meer aan doen. Heet weer. Ja, dan draag ik wel het liefst eigenlijk een jurkje. Of zoiets. Zoiets zou ik ook nog wel dragen met heet weer. En ik loop trouwens, als het echt heel warm is, heb ik of mijn Dr. Martens aan. Ah, ja, dit soort schoenen vind ik wel tof. Dit is wel iets wat ik zou dragen. En dan hebben we ook nog koud weer. En dan vind ik deze jas heel erg tof. En die heeft meteen een spijkerbroek erbij. Dus dat is fijn. En dan zou ik hieronder... Waar zijn die leuke sneakers? Ik ben ook 9 van de 10 keer ben ik van alles kwijt. Hier. Heb je deze ook nog? Dan zou ik deze aandoen. Oké, top. Ik denk dat we er zijn. Jill van Doren, dit ben ik. Er zit een gat in mijn trui. Dat is ook precies iets wat bij mij zou kunnen gebeuren. Ik heb mezelf gemaakt. Nou zou ik de video kunnen afsluiten. Maar er ontbreekt iets heel duidelijks.
En dat is mijn trouwe viervoeter. It's Pip the Pug. Dus we gaan op zoek naar een pug. Niet een mops. Een mopshond. En dat is Pip. Pip is wel echt een standaard mops. Ze heeft niet per se kenmerken wat Pip heel erg Pip maakt. Behalve haar gedrag en gewoon hoe ze is. En ik herken Pip wel echt uit duizenden. Maar ja, dit is wel eigenlijk precies zoals Pip is. Maar we moeten nog wel even de eigenschappen van Pip selecteren. Een bankhanger, ja, dat is ze wel. Dus dat klopt wel. Ze is sowieso harig. Ik zou willen zeggen dat het niet zo was, maar te zeker. Ik zie hier verschillende eigenschappen die Pip eigenlijk allemaal is. Pip is namelijk en koppig en slim. Speels, veelvraat en vocaal. Maar ook heel trouw en vriendelijk. Dus ik vind het moeilijk. Dus ik haal bankhanger weg. Want ik vind Pip eerder speels. En een veelvraat. You wish dat je zo'n grote etensbak kreeg. Wajo. Nou, dan zijn we er. Dan is het tijd voor de familiefoto. Als je hierop klikt trouwens, dan kun je dus een andere foto selecteren. Ah, deze is ook leuk. Dit is hem. Ik ga hierbij de video afsluiten. En dan ben ik weer hier vol in jullie beeld. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En het lijkt mij dus heel erg leuk om in de volgende video mijn eigen appartement na te maken. Zoals die hier vandaag de dag staat. En vanuit daar dan bijvoorbeeld die Jonne in het leven te brengen. En Pleun. En daar avonturen mee te gaan beleven. Dat is het idee wat ik erbij heb. Ik kan ook challenges gaan doen. Je hebt verschillende Sims challenges. Zoals de 100 baby challenge. Of je hebt ook een prinsessen challenge. Waarin je in een kasteel moet wonen. Maar ja, goed. Ik vind het heel erg leuk om met mijn poppetje zelf te spelen. Laat me vooral weten in de reacties wat je ervan vond. En je moet iets, hè. Het regent buiten. Corona heerst. En op deze manier kan ik lekker veilig en toch leuke video's voor jullie maken. Oké. Dan ga ik de video afsluiten. Ik hoop jullie heel graag vrijdag weer te zien met een nieuwe video. Misschien is het wel Sims. Als jullie het echt heel leuk vonden. Misschien is het wel een vlog. Ik blijf in ieder geval altijd ook gewoon vlog hoor jongens. Maar ja, ik vind een beetje afwisseling af en toe vind ik wel leuk. Laat me weten. En tot vrijdag.